Breda Nu. Hoi allemaal, we zijn weer terug in de studio. Ik ben Sam en dit is het weekoverzicht. Op woensdagochtend was het enorm stil op de schoolplein in Breda. Maar op het kasteelplein was het hartstikke druk. Dit vanwege de lerarenstaking. We hebben gewoon echt handen nodig in de klas. Dus daar ben ik voor. En wel met een beetje buikpijn in mijn buik, want ik vind het niet leuk om hier te staan. Ja, we zijn met de leraren gewoon heel erg teleurgesteld in wat we tot nu toe gekregen hebben vanuit Den Haag. We hebben een groot probleem, wat de komende jaren alleen maar groter gaat worden, dat is het lerarentekort. En dan moet gewoon structureel meer geïnvesteerd worden in het onderwijs. Eigenlijk al sinds 1985 worden we gewoon gekort. Worden we aangepakt, worden we niet gelijk getrokken met het middelbaar onderwijs. Worden we in grotere groepen gezet. De gebouwen staan er slecht bij. Het is gewoon klaar. De werkdruk is de laatste jaren toegenomen, omdat we steeds meer taken krijgen. We moeten zorgen voor meer beweging in de klas. We moeten gezonder eten, beter rekenen, beter zijn in spelling. We moeten techniek toepassen. We moeten programmeren. En ga zo maar door. Er moet structureel meer geld naar het onderwijs, zodat de lonen in het PO gelijk kunnen getrokken worden met de HBO-opgeleide in het VO. En we merken dat het iedere keer moeilijker wordt om de vacatures in te vullen. Dat onze leerkrachten voor de klas, waar het toch echt van, waar het werk echt gedaan wordt. Dat die het gewoon steeds zwaarder hebben, dat het steeds ingewikkelder wordt. Dat er meer problemen de scholen binnenkomen. En met deze oplossingen komen we eigenlijk er niet mee af. Drie collega's van 63 eerder uit het onderwijs stappen omdat ze eigenlijk het werk te zwaar vinden. Ze 4 jaar nog verder zouden kunnen werken. En daar moet straks natuurlijk een sollicitatieprocedure op losgelaten worden. En we zijn al met 1 ronde bezig en er is gewoon niemand meer. Dus het wordt vissen in de hoop dat je nog eens iemand vangt die je team komt versterken. Hart voor het onderwijs! Hart voor het onderwijs! Hart voor het onderwijs! Wat merkt u in de dagelijkse praktijk dat het niet goed gaat? Druk. De druk om je bijvoorbeeld niet ziek te durven melden, omdat je je collega's dan met extra druk opzadelt. De druk in de administratieve vorm en de klassengrootte. Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs en ik merk dat steeds meer collega's uit het basisonderwijs, dat ik veel contact heb, eigenlijk bezwijken onder werkdruk. Wij in het VO merken ook eigenlijk heel veel problemen die toenemen. Op het gebied van passend onderwijs bijvoorbeeld. Steeds meer kinderen in de klas. Er wordt van alles verwacht. En daarom loop ik mee. In eerste instantie solidariteit naar de collega's uit de PO. Als verslaggever was ik bij deze demonstratie van de leraren en onderwijsondersteunend personeel van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Maar niet alleen als verslaggever, want ik ben ook leraar. En in de dagelijkse praktijk merk ik hoe hard het nodig is dat er structureel iets gaat veranderen. Ik sta helemaal achter deze demonstratie en ik hoop echt dat er iets gaat veranderen. Dank jullie wel voor het kijken. De enige echte poppendokter Linda bracht de bezoek aan boerderij Wolfslaar. Onze eigen Willem ging ook langs met zijn knuffel Ping. Deze kwam langs voor een onderzoek. We zijn vandaag bij boerderij Wolfslaar, waar een poppendokter aanwezig is. En ik vroeg me af hoe het met de patiëntjes ging vandaag. Dus ik ga even checken en ook even gelijk mijn eigen knuffel laten checken. Maar je wilde toch liever een oog voor je mooie pop. Wie heb jij meegenomen? Schildpad. En wat was er met schildpad aan de hand? Die hebben oog verdwijnen. Die had? Oog verdwijnen. Oog verdwijnen. En heeft hij nou een nieuw oog? Ja. Wil je laten zien aan de camera? Ja. En heeft die poppendokter dat zomaar gemaakt voor jou? Ja. Want hij kent jouw stem, hij kent mij natuurlijk niet. Dus Ping, ik ga eventjes naar je hart luisteren. Kinderen spiegelen heel erg in hun knuffels, in hun spel, wat er met hun aan de hand is. Dus dat is voor mij ook vaak een ingang om te kijken van, nou, waar voel je dan, waar is die buikpijn? En dat is makkelijker voor een kind om aan te wijzen op de pop of op de knuffel. Zo probeer ik er een beetje achter te komen wat er aan de hand is met het kind.
En nu? Voel je hart kloppen? Nee. Dan moet je nog veel harder springen. Nee. Doe maar een andere keer, hè. Maar dat klopt wel zo, want als jij gaat springen, dan gaat je hartslag omhoog. Ja. Verder niet, onder dat armpje alleen. Ja, ik ga eens even onder zijn arm kijken. Ping, ik ga eventjes kijken. Nou, niet het idee dat hij er echt last van heeft, hè? Nee. Nee, nee. Voor wie ben jij vandaag bij de poppendokter? Schaap. Wat was er met schaap aan de hand? Zijn oren, ze pijn. En hoe kwam het dan dat hij oren pijn had? Omdat hij op telefoon gekeken heeft. Oh, heeft hij te veel op telefoon gekeken? Ja. Het is ook een beetje het verwerken van bepaalde dingen als kinderen naar de dokter moeten of naar het ziekenhuis of een ingreep moeten. En dan speel je eigenlijk het spel. Dus dan, nou, net zoals de knuffel hier ligt, hè, wordt er een infuusje aangegeven of er wordt even een spuit gegeven, verbandje aangelegd. Ja. Ik ga Ping even een verbandje geven. En ik denk dat het daarmee wel opgelost is. In ieder geval, doe wel voorzichtig met hem uiteraard. Nou, Ping, succes. Ik hoop dat je toch nog af en toe wat aandacht krijgt. Want dat gebeurt er, hè, met knuffels. Ja. Zie je op een gegeven moment, dan ga jij verhuizen. Maar Ping zou ook wel gewoon mee mogen verhuizen. De brandweer kan weer gerust ademhalen. Zij hoeven voortaan niet meer te water met enkel een zuurstoffles op de rug. Ook worden zij voorzien van zuurstof vanaf de kant. Dit nieuwe duiksysteem werd gepresenteerd in het park Valkenberg. SSE-duiken is Service Supplied Equipment duiken. En dat is duiken dat je met ademlucht vanaf de kant wordt voorzien. En dat is wat we nu gaan doen in Breda. En het is een methode die al langer beproefd is, maar binnen de brandweer redelijk uniek is. Nee, maar we duiken altijd al met een slang. Hè? Waar, tenminste, met de communicatie. Of hier zit de communicatie aan. En nu komt de lucht doorheen. Maar in principe is het eigenlijk niet anders dan normaal. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit, nee. Voor de duiker. In de regio Midden-West-Brabant is Breda, daar zit het duikteam, gespecialiseerd in duiken. En zij moeten kunnen duiken en daar ook dus voor opgeleid en getraind zijn. Ja, dat zijn alle mensen op de ploeg. Dus dat zijn er ruim 60 mensen die kunnen duiken en een duik kunnen leiden. Wij zijn bezig met een andere vorm van duiken in Breda. We zijn overgegaan van scuba. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dan hebben we een set op de rug. En dat is de enige lucht die je bij hebt. En nu zijn we eigenlijk naar een oppervlakte luchtsysteem. Wat inhoudt dat wij een systeem hebben waarbij we de flessen op de kant hebben. Voor de zekerheid nog wel een paar flessen op de rug. En ja, mochten we vastkomen, zitten we ongelimiteerd lucht hebben. Ook langer kunnen zoeken. Het is voor de duiker veiliger, maar ook voor de burger. Ja, het is zeker veiliger. Ja, ik zei net al tegen Depla. Dat als je nu voorheen was zo, als je ergens vast kon te zitten. Dan moest je maar hopen dat je voldoende lucht had om weer los te komen. En nu heb je genoeg lucht. Dus het risico is nu dat je onderkoeld raakt. Onder dit pak, het is niet nat hier binnen, het is droog. En daaronder heb ik nog een lekkere onesie. En die is heel warm, dus ik kan het nog wel even uithouden. Dat is wel zo. Het is binnen de brandweer redelijk uniek. Er is één of twee korps die ons voor zijn gegaan. Maar wij zijn wel het eerste korps eigenlijk die het volgens de richtlijnen nu helemaal rond hebben gebreien. Zeg maar. Dus qua certificering, het opleidingsplan, het oefenplan. En wij zijn gecertificeerd SSE-duikers. Ja. Door het lerarentekort staan tegenwoordig zelfs ouders voor de klas. Dit is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Maar dit riep ook de vraag op onze verslaggever Willem. Welk beroep zou jij wel eens willen uitvoeren voor één dag? Verzorgende. En waarom verzorgende? Omdat ik dat altijd gedaan heb en ik vind het geweldig werk om mensen te helpen. En zou je niet voor één dag even een ander beroep willen proberen? Nee. Oh, de astronaut. En waarom astronaut? Ja, dat is fantastisch. Toch van bovenaf de hele land naar de aarde kijken, dat lijkt me hartstikke mooi. Zweven. Ik denk piloot. En waarom dan piloot? Ja, dat lijkt me wel gaaf. Gewoon die cockpit, die ziet er wel gaaf uit. Zeg maar, al die knopjes en dingen. Dus ik vind het wel gaaf om te... Zeg maar, dat je weet hoe het werkt en dat je gewoon, weet ik veel, hoog vlieg je. 10 kilometer of zo in de lucht. Dat is wel gaaf, denk ik. Administratiefs in de zorg. Ja, zoiets. En waarom dat dan? Ja, omdat ik toch wel graag in de zorg wil werken. Maar niet speciaal gericht op verpleging. Maar de rompslom eromheen, zeg maar. Ja, ik ben gek van paarden. En dan denk ik, ja, dat lijkt me wel leuk om dan met kinderen, zeg maar, lekker in een manege of lekker buiten in het bos te leren hoe dat te doen. Ja, dat lijkt me wel leuk. Nou, in ieder geval geen vrachtwagenchauffeur. Nee, gekheid. Nee, één beroep, één dag. Ja, dat is moeilijk. Kan alles zijn. Nee, ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten. Ik zit prima op mijn plek.
Chirurg. Waarom chirurg? Omdat je dan veel voor de mensen kunt betekenen en tegelijkertijd technisch bezig zijn, zeg maar. Advocaat. Waarom advocaat? Het lijkt me wel cool, in de rechtbank. Ik protesteer en dan, dat lijkt me wel leuk, ja. Politieagent of zo. Waarom politieagent? Dan kun je zo, dan kun je weten hoe het is om mensen te arresteren. Ja, ik ben natuurlijk ouder. Ik zou vrijwilligster worden voor met de buitenlanders die hier in het land komen. Okay, en waarom dan dat beroep? Omdat ik onderwijsres altijd ben geweest. En dat graag door zou willen geven. Als ouderen zou ik dat graag door willen geven aan die mensen die met die boten en al die verschrikkelijke dingen. Als ik dan een steentje bij kan dragen, zou ik dat ontzettend leuk vinden. Ik ben heel blij met mijn eigen beroep en dat wil ik dan op een andere locatie proberen. Ik ben verpleegkundige. Ja. En waarom is dat zo leuk om dat te doen? Iets voor mensen te betekenen, dat is heel mooi. Dat was het weer voor deze week. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En wens jullie alvast een heel fijn weekend. En dan zie ik jullie weer volgende week. Joehoe! Breda Nu.